Ja, zo midden in al die kanten. Ja, zien jullie dit even? Dit ziet er hier prachtig uit trouwens. Hè? Moet je eens even kijken zeg. Je kijkt even mee die kant op ook. Ja, ja, loop ik te denken over Ajax. En over, natuurlijk, want het is mijn club, dat weten jullie. Feyenoord, ja. Want ik zie van de week, zie ik allerlei mensen, hè, op de media. En die praten, supporters dan van Feyenoord, en die hebben het over Ajax. En die hebben dan zo'n raar beeld van hoe het zit, hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Want het is natuurlijk niet, ja, want die zeggen dan van, ja, maar ze winnen met 4-0 van Borussia Dortmund. Wat maakt dat nou uit? En kijk ons eens even in de Conference League. Want wij komen waarschijnlijk verder in de Conference League, zeggen ze dan in Rotterdam, dan Ajax in de Champions League. Dus wij stellen eigenlijk meer voor. Moet je horen, ik ben een Feyenoorder. En jongens, het wordt toch allerhoogste tijd. Ja, voor jullie vooral. Bij mij is het al zover hoor. Ik ben zover. Maar nou jullie nog. Dat jullie gaan beseffen dat Ajax, het boel lichtjaren, ja, en waarschijnlijk miljoenen lichtjaren verder is met het voetbal dan Rotterdam-Zuid en dan Feyenoord. Ja, en dat is vervelend om toe te geven. Ja, dat begrijp ik ook wel. Natuurlijk is dat stront vervelend. Want, ja, als je Feyenoorder bent, dan kan je het bijna niet uit je strot krijgen om te zeggen, nou, Ajax, dat lukt al niet, 0-20 is beter. Dat gaat gewoon niet lukken in Rotterdam. Dus ja, maar we moeten ons er voorlopig vinden, echt helemaal bij neerleggen. En niet meer zo praatjes van de Conference League. Conference League, jongens, dat stelt echt geen ene malle moer voor. Dat is niet helemaal niks. En Ajax zit gewoon in de Champions League. Er zit nog de Europa League tussen. Moet je nou nagaan. En Feyenoord, dit is gewoon werkvoetbal op dit moment. Eerlijk is eerlijk. Heb ik gezien tegen Cambuur. Met samengeknepen billen en met moeite wordt er met 3-2 gewonnen. Jongen. En Ajax was gewoon met 5-0 over PSV heen. Denk nou eens even na. Met z'n allen jongens. Jullie met z'n allen daar in Rotterdam. En ik heb dat ook gedaan. Denk nou na. Heeft Feyenoord een Tadic? Nee. Heeft Feyenoord een Anthony? Nee. Heeft Feyenoord een Gravenberg? Nee. Heeft Feyenoord een Alvarez? Nee. Heeft Feyenoord een Martinez? Nee. En die hebben ze allemaal niet. Ook geen Blind, dat hebben ze allemaal niet. En daarom is Feyenoord gewoon heel veel minder. En er zijn er in Rotterdam, die willen dat gewoon maar niet geloven. Maar ik neem aan dat er genoeg zijn onder jullie die het met mij eens zijn. En die ook zullen beseffen op dit moment, ja, we doen gewoon niet mee. Ajax speelt op dit moment, vrienden, oefenwedstrijden in de Eredivisie. Dat is alles wat het is. En Feyenoord en ook PSV en de rest, die spelen onderling nog een soort van competitie in de Eredivisie. Ajax is met heel iets anders bezig. Het is alleen Champions League en de groeten. Nou ja, dat wou ik maar even zeggen. Hier vanuit Alicante, beste vrienden in Rotterdam, leg je er gewoon even bij neer.